Ik ga gewoonlijk voor een klintje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoffel is nou erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry, was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja, welkom bij Frietkast. Het is vandaag vrijdag, maar de komende weken is de kans zeer groot dat donderdag geassocieerd zal worden met mijn volgende gast. Op zijn 10e nam hij deel aan Junior Eurosong en sindsdien heeft zijn leven de glitter en glamour van een op hol geslagen discobol. Hij speelt in familie, presenteert tijdens de zomermaanden 10 om te zien en hij won begin dit jaar ook nog eens een kastaar voor ja, doorbraak. En alsof dat nog niet, alsof dat nog niet genoeg zou zijn, bereikt hij voor velen het onbekende. Bereikbare. De cover van de Joepie. Een meisje om mijn hert, Ian van Oost. Hela. Welkom, Aaron Blommaert. Oh, dankjewel. Wat een leuke intro. Ik ben blij dat ik nu dat nummer gewoon... Ik wist niet dat je dat echt speelde. Ik doe dat altijd. Dat is superleuk, want dat zet direct de vibe. Dat is keigoed. Ja, dan kom je daar ook wat in. Ja, ja, dat is waar. Dat is Allee, waar. Dan weet je waarvoor dat je hier bent. Voilà. Ik luister heel graag naar de Frietcast, dus ik ben blij dat het eindelijk eens gelukt is. Ja, tegenwoordig nodig ik ook fans uit, eigenlijk. Vorige week was dat Raf van Brussel, die is ook zo, die luistert ook alles. Ah, ja. Oké, keileuk. Ja. Dus ja, maar ja, je hebt ook, allez, jij bent Frietkast fan, dat doet me echt plezier. Ik ben Aaron fan en Dat is superlief. Ja, ik vind het toch tof dat er allez, toch mensen die in Aalst geboren worden, dat er toch iets van kan komen. Ja. Er wordt wel eens gezegd dat toch een speciaal volksken is, hè? Ja, dat maar is. Maar ik vind dat vooral nu niet los van mezelf, maar ik vind dat vooral heel plezant mensen. Ja. Toch? Ja. Kunt jij zelf ook nog dat dialect? Een klein beetje. Ik moet zeggen, zo, tijdens Aalst carnaval vloeit het er makkelijker uit. Misschien heeft dat ook met een bepaalde alcoholconsumptie te maken. Maar het is heel aanstekelijk. Ja. Dus als ik het hoor, dan word ik wel uitgenodigd om het ook te spreken. Maar ik vind het niet makkelijk. Laat u maar gaan. Hè. Maar jij bent waarschijnlijk ook zo... Uw ouders hebben waarschijnlijk ook misschien zo meer in AN opgevoed. Ja, nee, het was zo wat door elkaar. Ik denk, als ze in een bepaalde moed waren... Ik zeg nu maar, als ze hun kwaad maken, dan was het misschien wel in Taalsters. En als ze bijvoorbeeld ons echt iets wouden uitleggen, dan wordt dat allemaal zo... echt gekuist. Ja. Dan komt het van op internet of allee, zo. Voilà. Heb je dat dan opgezocht als ouder? Voilà. Nee, mijn ouders hebben allebei een job waar dat je niet altijd in je dialect kunt gaan spreken. Dus vandaar. Maar ik vind wel, Aaron, dat schept wel altijd een band. Ja, dat is... Als je iemand tegenkomt van bij ons. Ja. Maar jij bent van Herp. Ik van Mier. Ik ben van Mier eigenlijk, okay. van niet ver van de kerk. Ja, okay. Dus dat dialect is misschien toch ook wel wat anders, denk ik. Allee, zo... Ja, ik heb wel al heel veel mensen ontmoet die dan niet van Aalst zijn, die ik eens meeneem. Bijvoorbeeld die ook naar Aalst carnaval zijn geweest en die zeggen dat ze dat wel ontzettend charmant vinden. Ja. In plaats van dat heel veel mensen het juist heel marginaal vinden. Ik denk dat de tijden aan het veranderen zijn. Ja, dus dat is wel fijn. Zeg, Aaron, als fan weet jij dat? De allereerste vraag die altijd gesteld wordt in de Frietcast is... Als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Ah, wel... Ik moet zeggen, de laatste 2 jaar is dat al elke keer hetzelfde. En dat is een julienke. Ah. Ja, dus ja. Voor de mensen die dat niet kennen, een klein bakje frit, een stoverij, mayonaise en dan een viandel bijvoorbeeld. Of dat kunnen ook curryworsten zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan bikkie-eiantjes over. Ja. En dat is het. Ja. 2 jaar super... al. Ja. En ik ben dus, want ik zeg het daarnet, ik ga vanavond weer fritten eten. Ik probeer mezelf dan niet... Ik doe dat niet heel vaak, maar als ik het doe, wil ik het heel goed doen. En ik denk dat ik vanaf nu de streak van 2 jaar ga doorbreken. Oh. Dat ik vanavond eens iets anders ga bestellen. En hoe komt dat je hoofd plots... Oh, omdat ik denk van... Oh, verandering van spijs doet eten. Toch? Dat klinkt heel temptation. Ja. Maar het is wel echt zo... Zo af en toe wil ik zo toch zo eens iets anders proberen. Ja, en wat gaat het doen? Wat gaat het worden? Ja, iemand zei onlangs berenpoot. En ik stel me vanmorgen de vraag, ik stond onder de douche. En ik dacht, wat is een berenpoot eigenlijk? Ah ja. Wat is dat? Ja, een berenpoot, hè. Dat is eigenlijk een boulet dat ze snijden. Hè. Ah. Allee, zo snijden. En dan is dat... Ik denk dat daar ajuin tussen zit. Ja. En dan lijkt dat ook op een berenpoot. Ah, ja. En ik heb ook al geleerd door Frietcast dat ze dat in sommige streken ook een berenklauw noemen.
Want okay. Dat lijkt echt op een... Ah ja, ja tuurlijk, op die manier. Ja, ik snapte niet waarom dat zo heet, maar dat heb ik wel al eens gegeten. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, ja. Okay. Zo'n curryworst speciaal. Oh. Soms als ik heel veel honger heb, dan bestel ik dat er ook nog bij. Ah ja. Naast mijn Julienken. Ah ja, maar Julienken, ik heb dat vorige zomer eens gegeten. Ja. Ik weet het zelfs nog. Ja, ja, ja. Ik vond dat wel zwaar. Ja, maar ik ben een hele grote eter. Ah ja. Ja, ik, niet als ik moet werken bijvoorbeeld, dan eet ik vrij weinig. Dus in periodes waar ik heel veel aan het werken ben, sta ik vrij scherp, om het zo te zeggen. Maar als ik, het is 2 weken vakantie of zo, ja, dan laat ik mij zo hard gaan. Ah ja, en dan kan ik blijven eten. Ik heb nooit een gevoel van verzadiging. Echt? Ik ken dat niet. Je kunt dat blijven vullen. Ja, uiteindelijk stop ik dan, omdat ik weet... Gewoon cognitief van, ik moet stoppen. Dat zit hier tussen mijn beide oren van, oké, ik moet stoppen met eten nu. Want anders kan ik blijven gaan. Ja. Ik zie dan nog een koek liggen, hupla. Ja, ik kan ook. Hupla. Bij mij hangt dat soms wel wat af van mijn gemoed ook. Als ik me zo wat minder voel, dan durf ik zo wel rapper eens naar die snoepkast gaan. Ja. Dat is ook zo. Allee. Ah ja, ik heb denk ik... Bij mij is het ook als ik vrolijk ben, denk ik. De prijzenkast is echt voor mij dan zo van, kom aan, je verdient dit. Ja, bij ons thuis, wij zijn ook altijd heel goed voorzien van alles, van alle soorten koeken en snoepen. En wat dat betreft heeft mijn moeder altijd... Wij kwamen vroeger altijd van mijn grootouders, na school ging ik naar mijn grootouders. En dan zei mijn moeder ook altijd van, tegen mijn grootmoeder van, je mocht ze niet zoveel snoep geven. Maar wat blijkt nu, mijn moeder is echt exact hetzelfde aan het worden. Die snoeppot, die staal op het aanrecht. Vroeger stond dat op de bovenste plank, zodat we er niet aankonden. En moesten we altijd gaan vragen. Nu, dat ligt... Die regels zijn voorbij. Ja. Want dat heb ik me altijd afgevraagd. Ik kende eigenlijk eerst uw mama, Aaron, Sarah. Ze heeft me ooit eens geïnterviewd voor de Gezinsbond. Ja. Hè, want zij schrijft daarvoor... Hoe is dat om met zo'n mama samen te zijn? Het samen te leven, want gewoon al zo op relationeel gebied, ja, die weet alles. Ik heb onlangs verteld, en dat is ook echt zo, dat mijn moeder heeft gewoon heel veel rampen kunnen voorkomen. Echt? Ja, ik denk zo puur als puber. Ik was iemand... Ik had heel veel ideeën of veel impulsen, maar ik heb die niet gedaan omwille van mijn moeder, die toch altijd... vertelde wat het allemaal zou kunnen voortbrengen. Zeg nu maar, beginnen roken, zo'n dingen. Meisjes. Of... Ja, dat soort dingen. Zo. Gewoon, die heeft heel veel rampen kunnen voorkomen in mijn leven. Dat is heel handig, want iedereen steekt wel eens dingen uit, zeker als je puber bent, maar het viel bij mij toch heel goed mee. Ja, want... Ja, dat lijkt... Ze kan het ook u zeggen. Ja. Ik zeg ook vaak dingen tegen mijn kinderen, maar ja, het is maar ook wat je ermee doet. Ja, maar ik heb wel een soort van... moet ik het zeggen? Een grote bewijsdrang tegenover andere mensen. Of toch een grote pleasingdrang, waardoor dat ik dat dan toch niet doe. Of zo. Mm. Ja. Dat is wel schoon. Ik weet dat niet, want soms gaat het dan dingen niet doen. Dat is ook een valkuil, hè? Voilà. Soms gaat het dan dingen niet doen, terwijl je het eigenlijk wel wilt doen. Of dat heeft al voor heel veel twijfels gezorgd. Ja, zet jij iemand die twijfelt? Oh, man. Echt? Oh, zo twijfelen. Daarom, als ik naar de winkel ga of ik ga naar het frituur, ik moet op voorhand bedacht hebben wat ik ga doen. Want anders dan is het chaos. Dan kan ik niet... Ja, dat komt niet goed. Ja? Nee, dat is echt... Hoe uitziet dat dan, Aaron? Echt klamme handen krijgen, beginnen zweten, beginnen stotteren. Echt? Ja, dat is echt... Dat is vrij ambetant. En mensen geloven dat niet altijd van mij, omdat ik natuurlijk iets doe in mijn dagelijks leven, zijn de optreden, waarvoor dat je wel sociaal moet zijn en een soort zelfzekerheid moet kunnen uitstralen. Maar in mijn dagelijks leven, ik doe nooit de deur open, bijvoorbeeld. Daarom belt je ook aan. Ja, voilà. Nee, mijn andere huisgenoten doen altijd de deur open. Ah, ja, ja. Ik doe het zelden. Ja. En zijn je ook iemand die bijvoorbeeld makkelijker een WhatsApp zal sturen dan te bellen? Of zo? Of een voice memo. Dat vind ik superhandig. Kan je ook herbeluisteren. Ja, dan is de boodschap duidelijk. Dan kun je ook verschillende keren opnieuw doen. Gewoon naar links swipen, naar het vuilbakje. En als je denkt, ik heb me versproken of het is niet duidelijk, opnieuw. Zet je dan ook het type dat zenuwachtig is als je pakje friet bestelt in de frituur?
zenuwachtig. Ik heb dat als kind bijvoorbeeld, als ik bij een bakker stond, was ik echt... Moest ik zo naar de bakker van mijn ouders en was ik echt zenuwachtig dat ik dat moest bestellen voor heel die winkel. Ja, dat snap ik. Dat je zo... Ja, dat je schrik hebt om iets fout te zeggen of zo. Ja, of dat iedereen naar mij gaat kijken en dan zo twee koffiekoeken en ik werd al rood. Zo, dat is juist hetzelfde. Ja? Zo, of bijvoorbeeld een pizza bestellen. Oh man, dat is zo erg. Dan ben ik echt zo in mijn hoofd al... Oké, hallo met Aaron, ik zou graag een pizza bestellen. Hallo met Aaron, ik zou graag een pizza. Echt? En dan... Hallo met pizza, fuck. Zo, dat soort situaties heb ik dan voor. Maar hoe, want eigenlijk heel je leven, je zei op, wat ik daarnet zei, op je 10 jaar, doe je mee aan Eurosong. Van waar komt dat dan? Goh, mijn mama zei altijd dat ik keek heel veel tv, ik keek heel graag tv. En het enige dat ik deed, als ik dan keek, dan draaide ik mij om en zei ik, hoe raak ik daarop? Ik vroeg me af, hoe raak ik daarop? En als je 10 jaar waard, sedert nu ongeveer al... dat is 11 jaar geleden. Ja, ja. Dan moest je voor Ketnet 10 jaar zijn om aan een programma te kunnen deelnemen, zoals Junior Eurosong. En dat gebeurde dan. En dan heb ik dat gedaan. En dat was eigenlijk van de eerste keer prijs. Maar of dat dan nu dat was, of dat was, ik zeg nu maar, een spelprogramma, ik wou dat gewoon eens proberen. En toevallig was muziek een van mijn passies, als kind al. Dus dat kwam heel goed uit. Mm-hmm. Ja, maar dat kon even goed, want je had ook zo een spelprogramma op Ketnet waar dat je dan zo dingen moest gaan zoeken. Ja, dat er zo slijm op je valt of ja, zo, van die dingen. Ja, zo'n dingen, dat wou ik ook even graag doen. Maar het is wel dan begonnen en dan besefte ik van, ah, oké, ik kan misschien wel iets met die muziek. En dan is dat zo blijven gaan en ben ik ook beginnen acteren en door dan iets bekender te worden, dan werd ik zo binnen Ketnet eens gevraagd als host of zo, of dat soort kleine dingen. En dan geprobeerd als Ketnet-rapper, niet gelukt. En dan zat ik in zak en as. Ik was daarbij, weet jij dat nog? Huh? Ik ging naar huis s'avonds. En jij en Gloria, dat was ook dat je daar moest blijven. Allee, dat was zo'n week van achter ergens bij de VRT. Ja, wij zaten in het VRT. Ja, maar ik ken zowel Gloria als jij. Ja, ja, ja. Voor mij was dat wel zo wat dubio. Ja. Maar wie vind ik nu het leukst? Ja, het zijn al twee leuke mensen. Ja. En ik weet nog dat jullie zo... Door die passerel. En dat ik dacht van, oh my god, die gaan nu kiezen. Ze gaan nu kiezen wie het gaat worden. En het zal Aaron of Gloria zijn. Ja, klopt. Ik weet dat nog. Dat was zo net het moment voordat dat dan beslist werd. Man. Dat was... allee. Hoe lang is dat geleden? Toen was ik 17 en nu deze zomer word ik 22. het ding is, dat was... nu kijk ik daar met heel veel vreugde op terug, natuurlijk. En heb ik superleuke mensen leren kennen. Heb ik de tijd van mijn leven gehad, die maand en half dat we dat programma hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar die periode daarna heb ik me heel slecht gevoeld. Echt in een put gezet? Ja, zo van... Want ik zat in mijn laatste middelbaar en ik had echt zoiets in mijn hoofd. Wat als ik nu gewoon een high school dropout word en ik word Ketnet rapper? Dat was mijn droom. Was dat echt hetgeen waar je naartoe had gewerkt ook? Zo van... Ja, dat was wel. Maar omdat je natuurlijk... Je hebt heel wat voorbeelden, zoals Niels, die daar echt hele coole dingen daarna ook zijn beginnen doen. En gevoeld van, die heeft daar alles geleerd. En ik dacht, dat moet ik ook doen. Als ik alles wil leren, zowel presenteren als dingen bedenken, als creatief zijn, gewoon in het algemeen, dan moet ik daar gaan doen. Dat is ook zo, dat is gewoon speeltuin, hè? Ik heb net. En... Dat is carte blanche. Hè? Voilà. Ja. En ik dacht, ik wil dat hebben. En dan word je dat net niet, want achteraf werd mij ook gezegd, ja, procentueel was dat, ging dat echt over iets heel klein. Maar voor alle duidelijkheid, ik zei dan ook achteraf, als er één iemand is waar je van wilt verliezen, dan is het wel Gloria. Mm. Maar je wilt het even hard, hè. Voilà. Daar moet ook niet flauw over doen, dat is gewoon zo. Nee. Maar hoe ga je daar dan mee om, Aaron, dat er iets niet lukt? Ja... Het ding is, het goede is dat ik doorheen heel mijn jeugd heel veel nee's heb gekregen, want ik heb heel veel audities gedaan, ook al lijkt het dat ik heel veel ja... In procentueel gezien denk ik dat ik misschien 5% van al mijn audities een keer een ja heb gekregen. Dus mijn ouders hebben mij naar zoveel gevoerd en elke keer was dat echt een donderslag bij heldere hemel. En dat was gewoon, ik kan niet anders zeggen, dat was gewoon echt niet leuk. Ja. Ik denk dat ik daar gewoon een soort van olifantenvel voor heb gecreëerd. En nog komen er in iedereen zijn carrière zijn er wel eens dingen dat je denkt, dat wil ik heel graag doen en het lukt niet. Mm-hmm. Of je krijgt het niet. En nog is dat steeds moeilijk, maar het wordt wel draaglijker of zo. Ja. Ik kan het beter
plaatsen. Dat heeft ook te maken natuurlijk omdat ik al dingen heb in mijn leven waarvan ik denk, oké, super fijn, ik heb dat al. Mm-hmm. Dus ik ben ook heel erg dankbaar. Maar je hebt nog altijd dingen waarvan je denkt, doe maar. Ja. Wat ik zo graag willen doen. We hadden bijvoorbeeld echt keigraag willen doen. Ja, Kenneth Rapper. Ja. Had ik echt heel graag willen doen. Maar het goede daarna was, ik speelde ook in een musical. En dan was er iemand komen kijken die toen casting director was bij Familie. Ah, ja. En die heeft mij na die voorstelling gebeld van wil eens langskomen. Want Kurt Rogier zat het idee van ik wil een zoon in Familie. Eigenlijk hadden ze eerst een dochter. Hadden de schrijvers bedacht, hij moet een dochter hebben. En hij zei, maar nee, ik heb dat al met mijn zus en bla bla bla. Dus er waren, ze hadden geen jonge gasten in Familie. En dus zo geschieden. Amai. Heb ik dan die... Want ik weet ook nog, ik kwam toen op die auditie. En ik had wel al eens naar Familie gekeken, ter voorbereiding, omdat ik gewoon wou zien, wat is Familie nu? In mijn hoofd was dat... Je was een thuis van, hè? Ja, ik was een thuis van. Ja. Dus in mijn hoofd was er nog altijd Jacques Lafont. Een geweldige vrouw, by the way. Ik heb die gisteren ontmoet. Voor dat is een toffe, hè? Ja, super. Ze is hier ook geweest, hè, in de podcast. Ja. Maar ik dacht van... Oh. En dan keek ik en dan vond ik dat eigenlijk heel leuk. Het deed mij een beetje denken aan de dramatiek die ook over Grey's Anatomy hangt. Dat is ook een van mijn lievelingsprogramma's. Dus ik dacht, alright, let's go. Ja. En ik heb dat gedaan en gekregen. En ja, dat was dan rond dezelfde periode dat Gloria Ketnetswepper werd. Ik begon als acteur in Familie. Ik werd ook M&M-DJ. Dus er was wel genoeg dat achteraf op mij afkwam waarvan ik dacht, oké, ik kan ook wel nog iets. Maar je blijft wel onzeker. Hoe moet ik het zeggen? Veel over praten, denk ik. Ja. En ook het gewoon benoemen van, ik vind dat echt niet leuk dat dat niet is gelukt. Ja. Maar daar vooral ook positieve dingen uit halen, want ik heb daar dan ook achteraf ook kunnen bewijzen van, ik kan dat wel. Ja. Zo. Dus ik heb vooral niet opgegeven. Ja. Want wat ik wel mooi vind, is dat je ouders ook, wat je daarnet zei, overal mee naartoe rijden en u daar echt volledig in steunen. Ja. Maar dat is ook een risico, hè, dat die pakken, want als dat dan niet is... Allez, zo. Ja, die hadden denk ik wel de eerste keren, zeker als je zo jong bent, 10 jaar, dat is echt... Allez, ik zou dat niemand aanraden. Maar het goede was is dat ik echt een entourage heb. Mijn familie, buiten het gezin, mijn vrienden. Mijn ouders, mijn broer en zus, wij zijn zo hecht, wij hangen zo hard aan elkaar. En dat wens ik vooral iedereen toe als je een droom hebt, van ga ervoor, maar omring je gewoon met de mm-hmm. juiste mensen. Want ik had het anders niet gekund. Dat is echt, echt waar zo. Dan had ik er gewoon mee gestopt. Ja. Ik heb echt momenten gedacht, ik ben er eigenlijk gewoon niet voor gemaakt. En dan als je de juiste entourage hebt, lukt dat wel. Mensen zien vaak ook alleen maar de schone kant. Hè? Voilà. Maar dat is zo, daar gaat zoveel, ja, man. Zoveel tranen dat je soms moet laten om zoiets te bereiken. Man, dat moet dat mij niet zeggen. Zo. Ja. Dat is echt... Ja, ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij is dat echt zo... Dat voelt als liefdesverdriet. Mm-hmm. Ja, omdat je dat keigraag wilt doen en je voelt van... Ja, kom aan. Wat is dat bij u zo al geweest? Oh, ja... Bij mij is al een pitte geweest, maar ik heb zo 20 jaar op VRT gewerkt. Yeah. En om daar echt de deur dicht te doen, dat vond ik wel heel zwaar. Yeah. Omdat dat was mijn familie daar. Allee, ja, dat was wel... dat was echt zo... Heb ik echt van moeten bekomen. Van, je hart breken zo. Ja, mijn hart. Ja, het was zo op. Het was op. Ik dacht, ik voelde van, ik moet daar weg. Maar ik mis die mensen wel. Dus dat is zo... Ik heb het zelf beslist, hè. Ik ben niet ontslagen of zo. Ja. Ik heb het niet uitgehangen. Ik heb niet op een bureau pipi gedaan of zo. Maar ik weet niet of je daarvoor op de VRT ontslagen wordt. Dat zijn er die erge dingen doen. Bij Radio 2. Bijvoorbeeld. Een propere lokker en zo, dus alleen je probleem. Mag ik dat wel zeggen, eigenlijk, deze? Maar jawel. Maar je bent independent, hè, dus je mocht dat zeggen. Ik ben independent. Maar als je nu dat je dat zegt, de laatste jaren, het zijn toch allemaal VRT-gezichten? Toch? Ik was ook zo... Dat ik dacht van... Met dat ding van Sven Pichal, ik ken eigenlijk niemand die drugs neemt en zo. Nee. En dan blijkt dat zo'n collega te zijn. Dat is echt... Ja. Dat is zot eigenlijk. Hè. Ja, ik ken hem niet. Ik moet ook zeggen van... Want daar hadden mijn ouders ook wel bedenkingen over. Over, zeg, ja, de showbiz en bla, bla, bla. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat ze... Mijn moeder zegt nog altijd, geen drugs, hè. Ook als ik bijvoorbeeld... Ik vertrek voor 2 weken, 10 om te zien. Ik ga naar de zee. Geen drugs, hè.
Ik ken dat, maar met die artiesten. Maar dat is mij... Allee, ik heb dat ook nooit, ik heb dat nog nooit gezien. Nee, nee, nee. Ik ben ook zelf... Maar zou jij daar ook... Zou daar bijvoorbeeld... Ja, zou dat iets voor u zijn? Vatbaar? Ja, voor... vatbaar. Nee. Ik had dat met weerbaar, dat is niet juist. ik denk... Nee, nee, totaal niet. Ik denk dat zoals iedereen... Heb je wel zo eens een bedenking van... Hoe zou dat nu zijn? Wat gebeurt er als je dat doet? Dus er is altijd een, denk ik... Zoals iedereen van mijn leeftijd wel een soort nieuwsgierigheid naar. Maar ja, het is het mij niet waard. Mm-hmm. Dat niet. Nee. Ja, dat is, hebt dat of je hebt dat niet, denk ik. En net zoals dat iedereen kent wel iemand die er zoals heeft aangehangen. Maar of dat, ik ken veel meer mensen buiten mijn job die dat doen dan die dat er binnen mijn job doen. Want we komen echt, allemaal, hè? Ja, wij komen allemaal op tv. Je ziet het als je het hebt gedaan. Je hoort het als je het hebt gedaan. Hoe zie je dat? Ja, de ogen, bijvoorbeeld. Ah ja, dat is zo de pupillen. Ik zeg nu maar, je kunt niet naar de set van Familie komen en keihard onder invloed zijn, want je wordt gewoon gezien. Hetzelfde, je kunt niet nog tegenwoordig kun je nog naar de Kastaars gaan en onder invloed zijn. Je wordt langs alle kanten gefotografeerd. Je wordt gefilmd, je wordt TikToks opnemen. Als je dan eens het gedronken hebt en je staat daar te waggelen op je benen, iedereen heeft het geweten. Ja. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom dat heel veel mensen misschien nu verschieten dat dat landschap zo verandert. Ik kom nu mensen tegen die zeggen, gaat er vroeger moeten bij zijn. Amai. Dat was champagne van de muren. Hè. Dat wordt mij altijd gezegd. Champagne liep hier van de muren. Dat zat bij VTM geweest. Hè, dat was wel bij VTM. Ze zeggen dat altijd. Van de champagne liep hier van de muren. Maar die tijden zijn voorbij. Ja. Je kunt dat niet verantwoorden. Nee. En meer dan logisch ook. Hè. Is dat ook iets wat dat je leven misschien ook wel wat bepaalt? Stel dat je nu zegt, van ik ga vanavond frieten halen. Ja. Dat je denkt, van ik ga toch maar zien dat ik een schone pull aan heb. Of dit of hetgeen. Sowieso. Ja? Als ik wou, ik deed nooit een jeansbroek aan. Of ik deed nooit een echte broek aan. Ik doe altijd... Nu heb ik een jeansbroek aan. Ja? Hè. Maar... Dat is een sortie. Ja, ah, ja, eigenlijk. Dat trekt het in. Nee, ik... Ja, ik ben daar zeer hard mee bezig. Echt? Ja, ik zou anders altijd een jogging aan doen. Allee. I couldn't care less. Ja, echt. Ik ben niet zo iemand van mij op te maken en van... Nee, en ook gewoon inderdaad zo bijvoorbeeld uitgaan voordat ik mocht gaan werken, doe ik nooit. Of zelfs überhaupt een glas drinken, niet. Ah, ja. Ik drink in periodes dat ik echt moet werken, drink ik niet. Ja. En is dat iets wat je, ja, dat je zo, ja, gewoon rekening mee had gewoon in je leven? Want je doet al nu al van je 10 jaar van, hey, hoe kan ik op een tv geraken? Ja. Maar de keerzijde is natuurlijk dat je overal herkend wordt. Ja. Soms op momenten dat je het misschien niet zo tof vindt. Goh, ja, ik zou nooit... Want mensen vragen wel eens, vinden bekend zijn leuk? Mm-hmm. Maar ja... Vindt Herman dat leuk? Allee, het is toch leuk, vooral wat die job betreft. Het is toch niet leuk om bekend te zijn? Dat snap ik niet. Tuurlijk, ik ga niet zeggen dat dat verschrikkelijk is. Hè. Dat zou belachelijk zijn. Ik bedoel, maar er zijn inderdaad momenten, dagen, waar dat dan minder uitkomt. Ik zat met krampen bij de dokter. De wachtzaal is zo dat dat een raam is. Dus passeert een juf mijn klas en die doet teken. Kom, de foto, de foto. Ik denk, oh nee. En ik heb het wel gedaan. Echt? Nu zijn al die kinderen ziek. Maar er was glas tussen. Nee, ik ben naar buiten gegaan. Ah, zijn nog naar buiten? Dan deden ze nog teken, kom naar buiten, terwijl die zien mij daar zitten. Ik zit daar zo op mijn buik te drukken, want ik had echt heel veel buikpijn. En daar ben ik een beetje van verschoten, denk ik, de laatste jaren, van waar dat mensen... voor hen voelt dat als die ene minuut, die 2 minuten, dat ze mijn tijd willen. Maar ja, ik heb dat doorheen de dag verschillende keren, op momenten dat het eigenlijk niet goed uitkomt. Nee. Dus dat... Ja, dat is wel frappant. Mijn kinderen bijvoorbeeld, die durven nooit een foto met iemand vragen. Nee? Omdat die weten wat dat is voor hun papa. Ja, dat is zo. Dat is, want dat heeft natuurlijk ook wel een impact op je gezin. Allee, ja. Ook op je zus en je broer, dat gaat ook wel zijn een impact wat hebben. Hè? Ja, mijn broer en zus vinden het niet leuk. Het maakt hem niet uit dat ik word aangesproken, maar dat zij worden aangesproken op mij, dat vinden ze niet tof. Want dat gebeurt dan. Ja, dat gebeurt dan. Jullie lijken ook alle drie zo op. Ja, dat is echt heel sterk DNA. Ja, vooral mijn broer nu begint meer en meer op mij te lijken. Ja, voor hem is dat helemaal niet tof. Die is 16, dus je bent zo hard op zoek naar wie ben ik. Ik had dat ook keihard. Ik was elke dag bezig met mijn uiterlijk, met hoe wil ik nu voorkomen. En mijn zus, ja, die lijkt gewoon echt op mij. Ik heb op een gegeven moment ook eens... Ik heb langer haar gehad dan haar. En dan was er eens iemand die op mijn schouder tikte en die zei... Amber, het is... Alleon. Ja, dat hebben we echt al gehad.
Amai, dat is zot. Ja, mijn zus heeft geen baard, hè. Dat soort dingen. Of lichte stoppel of zo. Maar ja, bij ons is het wel... Want zij zingt ook, hè. Ja, klopt, klopt. Dus ja, dat is dan... Allee, je wilt zo je eigen pad ook wel ja, van... Ja, ja, ja. Ja, en, maar pas op, die zeggen wel dat ze dat heel erg respecteren. Hoe, en het werk dat erin kruipt en zo. Maar dat is niet altijd even leuk. Ik vind dat ook niet leuk voor hen, want het gaat ook niet over mij bij hen. Mm-hmm. Maar dat is ook een heel moeilijke dynamiek, want langs de kant, als ik thuis kom, wil ik er ook wel eens iets over vertellen. Maar ze denken al, het gaat al heel de dag over u. Maar ja, ik was daar niet bij. Dus ik wil even goed, zoals het op school was, vertellen hoe dat mijn dag was. Ja. Ja. Ja, vanavond kun je dan vertellen van ja, Frietkast. Frietkast, ja. Dan zeg ik, oh nee, hè. Ja, ja. Dat verdoemen. Oké. Okay. Ja. Is dat makkelijk, Aaron? Want ja, dat is ook zot, hè. Je zou op de cover van de Joepie, wat ik zeg, Ena van Halst. Allee, dat is nog nooit gebeurd. Wat was ik weet dat eigenlijk niet. Is dat al gebeurd? Ik denk dat dat nog niet of gebeurd. Of Steven van Herwegen moet eens iets met de Joepie gedaan ja, misschien, hebben. Misschien. Ik denk dat niet. Ik vind het wel zeer uitzonderlijk. Oké, okay. Ja. Dat iemand van ons streek daarop staat. Maar hoe kun je bijvoorbeeld... Had jij dat ook zelf in het oog van... Op dat zeg ik ja en op dat zeg ik nee. Lukt dat gewoon om die keuzes te maken? Ik heb een supergoed team gewoon van mensen die mij begeleiden. En heel goed weten wat een goede timing is. En soms komt dat uit. En soms maken wij een soort van berekening dat we denken, dat gaat wel uitkomen. En soms is dat ook mislukt dat. Hè? Bijvoorbeeld iemand, een programmadirecteur die ineens zegt, nee, dat programma wordt naar voren geschoven. En dan zit hij ineens met twee programma's tegelijkertijd. Ah, ja. Dat is niet tof, hè? Maar ja. Dat gebeurt. Maar... ja, ik heb gewoon een... Ik moet zeggen, moest ik niet dat team gehad hebben. Dat gaat dan over Anneleen, over Miguel en Philippe. Ja, dan had ik al heel veel stoeme fouten gemaakt. Dan had ik al heel veel, op heel veel verschillende plekken geweest dat ik dacht, dat had ik niet moeten zijn. Dat had ik echt niet, dat had ik niet moeten doen. Omdat ik een soort van dankbaarheid heb en een enthousiasme als mensen... iets willen doen. Mm-hmm. En ik denk ook altijd dat er meer uren zijn in de dag. Of er meer dagen zijn in de week. Waardoor ik me daar ook serieus aan zou kunnen mispakken. Maar ja, ook dat is zo een buiten mijn sociale, mijn privéleven, heb ik ook in mijn beroepsleven gewoon echt super toffe mensen rondom mij. Ja. Die mij echt zeer goed begeleiden. En hoe zijn die op pad gekruist? Zijn die toevallig op je pad gekomen? Of heb je echt zo zitten rondhoren van, wacht, wie zou een goede mens... Ah, wel. Ja, dat moet klikken, hè? Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Wij, Niels, de stadsbader, mm-hmm. Peter van de Veire, Miguel Wiels, hadden een oproep gedaan. Wij zoeken naar muzikaal talent. Dat was het. Er was geen uitleg. En ik dacht, oké, right. Ik was 16, net geworden, en ik schrijf mij in. En daar zijn heel wat audities rond geweest. Ik heb op plekken geweest dat ik zo dacht van, wacht, waar ga ik nu binnenwandelen? Ik doe die deur open. En ineens zitten die drie daar. En ik denk, shit, en ik moest beginnen zingen. Ik moest muziek spelen. En dan hebben ze gezegd, ja, oké, we bellen nu terug. We zullen nog zien wat we ermee doen. En dat was heel random allemaal. En dan is dat allemaal zo samengekomen dat de band Bobby is ontstaan. Ja. En dan hebben we daar, dat heeft 2,5 jaar bestaan. Met corona is dat niet zo goed uitgekomen. Wij zijn echt vlak in corona gereleased. Ja, zoals dat iedereen weet, heeft corona misschien 2,5 jaar geduurd. Echt in zijn, zeker wat optredens betreft. Dus ja, dat was echt een beetje... Een boysband, je moet die kunnen voelen. Hè? Voilà. Dat is toch, meisjes moeten die zien. Je moet het hebben echt van de plekken waar dat je komt. Ja. Zeker voor live entertainment. En ja, dat konden we niet doen. Dus... dan zijn we daar mee gestopt. Maar met iedereen die toezegt van... Ja, oké, we voelen het niet meer of dat gaat niet. Allee, we zijn echt al te lang bezig om nu weer het warm water te gaan uitvinden met deze groep. En dan heb ik eigenlijk ook in heel dat proces gezegd van... Ik wil wel verder doen. En dan zijn Miguel en Anneleen en Philippe dat ook blijven doen voor mij. Amai. Ja, zo is het. Ik wist niet dat Miguel daar ook nog bij betrokken was. Ja, Miguel doet eigenlijk... Dat is niet dat ik, net zoals Niels, echt al mijn nummers schrijf met Miguel. Maar dat is ook de musical supervisor, is wat de compaan. En af en toe schrijf ik daar wel mee, maar ik schrijf even goed met andere mensen. Ja. Ja. Want je hebt ook met Maxime die deur bij. Ja, dat klopt. Ja, ik wist dat niet. Ik heb dat ontdekt. Is dat? Hoe heb je dat ontdekt? Ja, als mensen komen, uit respect, bereid ik dat heel goed voor. Vind ik super vriendelijk. En dan lees ik dingen, hè. En zoek ik dat op. En ik zag Maxime, en die stond zo bij Ultratop of zo. Ja. Zag die staan. Want dan geeft hij eigenlijk een nummer aan u.
Ja, dat kun je ook hebben natuurlijk, dat je een nummer schrijft, maar je denkt, ik vind het supergoed, maar het past niet bij mij. Ah, ja. En dat had Maxim, want dat nummer is echt al, ik denk, 2 jaar geleden geschreven. Nog voor ik muziek uitbracht, nog voor ik van plan was een solo-carrière te beginnen, had Maxim, we waren naar de Rode Duivels gaan kijken. En wij staan op de parking. Het was ontzettende file. We hebben echt een uur gedaan om heel in, aan dat... En waar is dat? In Brussel, denk ik? Heizel. Ja, weg te rijden. Ja. Het lukte maar niet. En hij staat voor mij in de file. En hij zegt van, mag ik u een paar nummers doorsturen? Ik zeg, ja, doe maar. En deurbel zat daar onder andere bij. Allee, joh. Ja, dus dat stond echt al een heel jaar in mijn mapje. Zo op Dropbox hebben we dan zo wat nummers. En dat was het enige nummer dat ik niet zelf heb geschreven. Allee, dat is wel tof. Ja, ja, en omdat ik ook... Ja, ik zat mijn hele drukke zomer. Dus voor de rest had ik niet heel veel muziek kunnen schrijven. Maar Deurbel was wel een nummer van dat ik dacht, oké, super nice. En dan hebben we dat released. Ja, ja, ja. De rest is geschiedenis. Voilà. En hoe is donderdag? Hoe is dat tot stand gekomen? Heb ik geschreven met Simon en Guus, 2 Nederlanders. Miguel is daar ook nog over gegaan. Heeft zo wat meegeschreven. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben op een... op een donderdagavond heel erg verliefd geworden. En daar gaat het over. Ah ja, echt? Ja, ja, dat was echt zo. Ik was 2 of 3 dagen in Nederland. Dat was in Edam, zo'n dorpje naast Amsterdam. En ze zeggen, waarover wil je schrijven? Ik zeg, ja, eigenlijk wil ik eens een cadeau geven aan iemand. En ja, dan heb ik dat nummer geschreven. En is dat iemand waar je nog... met samen bent, of dat je was het een afscheidscadeau? Het is een heel dubbele song. Omdat het gaat over iemand die ik eigenlijk niet zo heel leuk vond. Ah. Tot die donderdagnacht. Dat gebeurde. En ik dacht, oké, ik wil die eens uitleggen wat dat voor mij eigenlijk was. En daarom komt in het nummer echt... jij bent die specialist die mij het leven zuur kon maken. Die zei van, ja, onze horoscoop gaat niet samen. Jij bent een leeuw, ik ben een kreeft, dat gaat niet. En ik zei van, jij werd echt onuitstaanbaar tot die donderdagnacht. Totdat je zo, kende zo niet dat gevoel dat je zo ineens iemand in een andere context ziet en je denkt, maar eigenlijk zeg je wel een toffe mens. Ja. En ik heb dat dan laten horen en die heeft geweend. Ah. Dus dat was heel mooi. Maar positieve tranen. Positief. Ja, ja, ja. Nee, dus ik ben daar super trots op. Ik denk, ja, we zullen zien wat het nummer nog verder doet. Maar ik vind het sowieso een hele leuke... Het gaat heel leuk zijn om het live te brengen. Ja. Daar kijk ik ook wel altijd naar, van hoe gaat dat zijn om live te brengen. Heb je dat al live gebracht? Nee, nog niet. Ja. Allee, ja, want het komt eigenlijk... Ja, de podcast is voor volgende week, wanneer dat nummer eigenlijk een dag uit is. Ah ja, nee, dan ben ik het nog niet dus live dan heb je het nog niet live. Maar wel, wanneer breng ik het? In de Yes Week, dus voor het goede doel, waar ik ambassadeur voor ben, daar ga ik eens optreden in Gent. En daar ga ik het voor de allereerste keer live brengen. Dus dat vind ik wel heel spannend. En gaat die persoon er dan bij zijn? Goeie vraag. Ja. Ik zal het eens moeten vragen, eigenlijk. Of zo een keer, een tweede keer. Ja. Dat je zo wat meer op je op mijn gemak zijn. Ja, want dat is wel altijd spannend, een nummer voor de eerste keer brengen. Ja, heb je daar stress voor? Ja, omdat daar zit nog geen routine in. Dus je moet echt zo nog een beetje zoeken. En dat is nooit de beste performance voor mij. Ja, ja. Dat is zo nog een beetje zoeken, want... Ja, bij zonde bijvoorbeeld, ja, dat weet ik waar dat ik bepaalde moves al ga doen. Of dat ik weet wie gaat wat meezingen. Je voelt dat ook, je vaste kliek van mensen die komen kijken. Die hebben altijd zo bepaalde zinnetjes dat die heel hard meeroepen. Dus dat laten dan... Dat is ook altijd handig, dat het een rustpunt even. dus ja, dat is nog even afwachten. Dat is ook wel tof, Aaron, dat je zo een nummer bedenkt over iemand. Ja. En dat je dat dan... op de wereld gaat loslaten. Ja. En dat waarschijnlijk, ja, ik binnenkort in mijn auto zit en dat ik daar wel meezingen ben. Ja, 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 ja. Dat is toch eigenlijk tot, hè? Dat is superleuk. De eerste keer dat ik dat deed, was zo'n magisch moment. Ik gaf mijn eerste showcase in mei 2023. En Zonde was een week uit. En die mensen schreeuwden dat echt keihard mee. En dat was zo crazy. Ik kon daar niet bij. Want ik zie mij dan letterlijk nog... Dat zinneke op, ik schrijf op papier. Ik schrijf zelden op een laptop. En ik zie me dat echt nog opschrijven. En dat is zo leuk. Dat is zo cool. Ik kan dat met niks anders vergelijken. Dat is een soort bevestiging van liefde. Heb je altijd een boekje bij? Ook, ja, ja, ik heb heel veel schriften gewoon. En rugzak zit vol schriften. Nu, ik heb gewoon wel meer en meer schrijvers tegen die dat heel irritant vinden. Want het goede is, als je zo in een gezamenlijk Word-document zit, ja, dan kun je
iedereen zien schrijven. Dus nu probeer ik me af en toe aan te passen. Ja. Maar ik heb wel nog altijd mijn schrift erbij. Of je tipt het dan over in het document. Ja, effectief. Ik schrijf gewoon op mijn papier, want ik wil dat ook op mijn papier. Ik weet niet waarom, maar ik moet dat kunnen geschreven hebben met de hand. Ah, ja. Ik weet niet wat dat juist is. Dat was in het middelbaar ook. En waar schrijft je ergens? Ja, bij Niels bijvoorbeeld is dat in bad, hè? Ja, dat weet ik. Ja, hij heeft dat eens gezegd. ik heb geen vaste plek. Nee. 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 De zetel. De zetel is een goede plek. Maar ik moet wel de koptelefoon aan hebben of zo. Dat ik zo even... Ik moet wel in een eigen wereld zitten. Nou, even. Ja. Maar voor de rest schrijf ik gewoon veel ter plekke. In de studio, dat vind ik nog altijd het handigste. Omdat ik ben nog altijd... Ik schrijf nog geen jaar... eigenlijk muziek. Dus dat is echt zo... Ja, dan moeten... ik wil nog veel kunnen aftoetsen. Ik ben nog heel onzeker als ik schrijf. Ja. Echt. Soms denk ik, ik schrijf iets op en ik denk, oh nee, hij is grappig. En dan zegt bijvoorbeeld Miguel, die zegt, dat is keigoed. Oké. Okay, dat is wel tof. Dan steek ik dat erin. En dan denk ik, oh, ik heb echt iets zo goed geschreven. En dan laat ik dat zien en zegt, amai, dat vind ik echt bakker. Dus... Echt gewoon zwart of wit gewoon. Ja, dat is wel. Ja. Dat is het fijne aan... Zeker als je muziek schrijft, moeten wel echt mensen hebben die heel eerlijk zijn. Dat was bij Donderdag ook. Daar hebben wij, dat was een hele lange dag, maar die dag zat erop en dat was echt... Dat stond er al. Ik heb daar niks meer in aangepast in die tekst. Terwijl bij Zonde, de avond dat ik het ging inzingen, is alles omgedraaid. Dit is een primeur. Dit is echt een primeur. Oh, een primeur. Wacht, dames en heren, camera's op. Dus Zonde was eigenlijk in de omgekeerde richting. Zonde ging over, ik ben bij iemand en ik bega de zonde. Nu is het de ander die de zonde begaat. Maar dus, ik ga dat nummer inzingen en de A&R, Youssef, van Universal, staat mee in de studio en die zegt, dat gaat niet, hè. Dat is uw eerste nummer en jij bent de klootzak. Jij bent de klootzak die iemand verlaat. Ja. Omdat je verliefd bent op iemand anders. Dat was het concept eigenlijk eerst van Zonde. En hebben we dat toch geswitcht, omdat we zeiden van... Hij zei ook van, ik vind u veel te sympathiek om dit als eerste nummer te doen. Dus dan hebben wij... dat was wel een betant. Op het moment zelf. Ja, dan hebben wij de producer even gezegd, kunnen even een uurtje wachten. Hebben we alles omgedraaid. En dan was het de ander die de zonde beging. Allee, joh. Ja, want voor je het weet doet hij je pijn... Was de tekst eerst, voor je het weet, doe ik je pijn. Ah ja, voilà. En was dat ook uit het leven gegrepen? Dat was gebaseerd eigenlijk gewoon op een verhaallijn uit familie. Ah ja. Ik had mijn lief daar bedrogen. Ah ja. Ja, dat is in familie, dat is zo wat stout, hè? De laatste anderhalve seizoen wel. Dat was wel... maar dat was op mijn aanvraag eigenlijk. Omdat ik vond hem te... Allee, hij was braver dan Jezus. Ik vond het een beetje saai geworden... Raven. Dus dan ben ik echt gewoon naar de creatives gestapt en dan heb ik gezegd van, je moet er een hoek af. Ja. Dat is wel leuk dat die luisteren ook. Ja, zeker. Die hebben, als je met iets deftig komt, wat dat het verhaal iets kan bijbrengen, dan wel. Als ik nu zou zeggen van, is het geen idee dat je met een Lamborghini rijdt of zo? Daar gaan die niet op ingaan. Jammer. Ja, ja. En zei je ook iemand die zegt, ik wil wat meer rol. Want zo acteurs heb je ook, hè. Maar in die periode was dat wel... Ik zei van, ik wil dat doen. Maar dan zeiden ze ook wel, dan ga je wel meer moeten draaien. Ik zeg, ik heb dat ervoor over. Ik wil gewoon iets... Ik wil de tijd dat ik hier zit, wil ik echt dingen spelen die ik heel leuk vind en die ik, waarvoor ik zelf ook zou kijken. Ja, voilà. En ik had te veel dingen gedaan waarvan ik dacht... Ik zat dan zo mee in het studentenkot, in mijn personage, hè, met de andere jongeren. En dan moesten we zo spelen dat er hotdogwedstrijden, alleen zo onder het meeste hotdogs, en dat kun je ook eens hebben, dat is een luchtig scenario. Maar ik vond dat niet zo fijn gewoon, want ik was echt letterlijk toeschouwer van een hotdogwedstrijd. Ik zeg, hiervoor ben ik niet beginnen acteren. Ik wil acteren, ik wil vastgebonden worden op een stoel, ik wil in elkaar geslagen worden, ik wil verliefd worden en mijn hart gebroken. Allee, ik wil iets kunnen spelen en dat is eens, dat, voor alle duidelijkheid, dat is wel eens leuk hoor, om zo eens... wat zijn eens te spelen. In een hotdogwedstrijd. Ja, waar je dan zo, echt waar ik dan zo mijn mede-acteurs zien afzien. Want ja, jullie zien bijvoorbeeld dat die 6 hotdogs eten, maar wij hebben dat misschien 8 keer opnieuw moeten doen. Dus die waren zo ziek als iets. En dat is dan wel weer leuk. Maar zo de... ik had het wel gehad daarmee, met zo wat te weinig dingen betekenen in een verhaal. En je zegt van, de tijd dat ik hier zit,
Is dat dan, weet je ook van binnenkort gaat hij doodgaan? Of... Ah, mijn personage. Ja. Ah, ja. Nee, niet zo extreem als in doodgaan. Maar wel, ja, iedereen heeft een contract. Hè. Sommige mensen hebben een contract tot bijvoorbeeld, ik weet, dat Kurt een contract heeft tot, wat is dat, 2025 of 26 of zo. Ja, dat te herbekeken mensen, worden. Voilà. Maar wat dat bij mij betreft, ja, ik heb gewoon voor mezelf de regel opgesteld, als ik op een dag opsta en ik zeg, het is gedaan, dan ga ik ook direct naar het bureau en ga ik het gewoon gaan zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik die een dag ook stop. Want je hebt natuurlijk een verantwoordelijkheid en een afspraak, maar dan wil ik wel dat er wordt gekeken naar een exit. Dat wel. Maar ja, ik zeg het, ik weet nog niet wanneer dat die dag komt. En zie je dat bijvoorbeeld ook doen, zoals Annie, de boma van familie? Ja, die doet dat echt al zolang als dat wij tv kijken, denk ik, Aaron. Die zit daar al in van in het begin. Hè? Ja, ik denk dat familie nu 33 jaar bestaat. Die doet dat dan. Maar zou dat bijvoorbeeld, want je hebt bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ja, ik wil dat een tijd doen dat ik niet verbrand aan dat personage en zo. Is dat ook iets waar jij ook mee bezig bent? Of? Goh, ja, ik zou liegen als ik zeg van niet. Tuurlijk ben ik daarmee bezig. Dat is ook natuurlijk een totaal ander iets bij mij dan bij Annie. Annie was al van in het begin de bomma. Mm-hmm. Die is 33 jaar geleden was al de bomma, want die was toen iets in de 60. Dus die dacht waarschijnlijk, ja... Dat was een beetje naar... Tot aan mijn pensioen. Ja, haar pensioen. Hè. Zo van, ja. Oh ja, ik ga dan er nog bij doen. Bij mij is dat het begin van mijn carrière, dus een totaal andere insteek. Ik wil vooral zien dat het iets is waar dat ik heel trots op kan zijn, dat ik hele leuke dingen heb gedaan, dat we ons best hebben gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat voor de rest van mijn leven ga doen. Mm. Dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Nee. Maar een soap heeft nu ook wel zo... Toen dat begon, werd daar zo ook wel mee waardig. En nu is dat niet meer, hè? Nee. Dat is wel beter. Dat gebeurt wel nog. Ik denk dat er nog altijd vooroordelen zijn over dingen. Ik had dat ook. Daarom dat ik zeg in het begin van de podcast, van... Ja, is dat nog altijd met Jacques Lafont? Of is dat zo... Allee, zo maar daarmee bedoel ik... Is dat nog altijd die scènes van... Madame de Baroness? dat zag ik niet zitten om in zo'n scenario terecht te komen. Maar als ik dan keek... Ja, en ik zie Kurt spelen en samen met Sandrine André. Ja, ik geloof dat. Mm-hmm. En dat wou ik doen. Ja. En dat was nu ook wel toevallig de poelen waar ik in terecht ben gekomen bij hen, bij die twee. Dus dat was heel fijn. Nou, deed jij ook soms scènes met Jacques van As? Nee, nog nooit gehad. Allee, Aaron. Ja. Dat moet eens fixen, hè. Ik weet het, want dat is zo'n icoon. Zo'n lieve mens. Ja. En, maar nu, hoe heet hij? Tuur de Weert? Ja, Tuur, ja. Ja, die speelt ook mee in familie nu. En die... Ik zag die nu voor de eerste keer en ik was zo'n beetje in... Want ik ben, zoals iedereen, een gezonde kampioenenfan. Maar een zo, kampioenenfan, ja. Maar zo gezond. Niet van, dat is die aflevering, dat seizoen. Dat heb ik niet. Zo hadden we er ook, hè. Ja. Nee, maar ik heb wel, zoals elke Vlaming, toch wel wat afleveringen gezien. En als kind ook zeker, nu is het heel lang geleden, maar heel goed meegelachen. Ja. Heb je er nooit in meegedaan? Nee. I wish. Nooit naar de inlegsessie geweest? Nee. Ook niet. Bestaat? Nee, want ze filmen niet meer, hè, maar dat was, zo, dat was op de VRT, dat was zo Studio 5. En dan, of soms was dat zelfs het Amerikaans theater. Ja, dat is echt voor hun tijd. Ja. En dan konden daar naartoe gaan en dan konden twee of drie afleveringen zien. En dan moest je lachen. Ja, als publiek. Ah ja, maar dat werkt super aanstekelijk. En dat werd opgenomen, natuurlijk. Hè. En dat zijn echt die lachjes. Ja, oké, waarschijnlijk zal er wel wat mee geschoven worden als de regisseur vindt van, hier mag wel wat meer lachen. Ja. En zo dat, hè. Ja, dat was tof, hè. Ah ja, cool. Ja, en daarom kon je dan als acteur merken van deze aflevering, of deze was echt een goeie. Zo hoe dat de mensen reageerden. Dat is wel fijn eigenlijk. Ja. Zoals dat je vroeger bij bepaalde dingen ook echt live publiek. Hebben ze dat ooit gedaan, echt live publiek? Ja, in het begin was dat. Maar dat was ik ook nog te klein. Oké. Ja, dat was op VRT. Was je nog niet in de picture? Nee, dat was ik nog niet in de picture. Maar ik vind dat gewoon, de kampioen is iets iconisch gewoon. Mm. Snap je? Dat heeft... Of dat je het nu leuk vindt of niet, dat is geen ontkomen aan. En wie was uw lievelingspersonage? Hadden er een? Als hij meeluistert. Nee, sowieso. Ik had er een paar. Om te beginnen, Boma, dat is de klassieker. Ja. Maar daar wordt, dat is nu natuurlijk een heel omstreden figuur geworden. Omdat Pico. Die,
Pico of zo? Nee. Ik wou zeggen Boma in het algemeen. Ah, ja, gewoon nu omdat hij natuurlijk heel wat bepaalde opmerkingen maakt die niet door de beugel kunnen. Maar in zijn context... Aaron, hij wordt er altijd voor gestraft. Voilà, ik wou net zeggen. In zijn context vind ik dat wel... Ik ga me niet moeien met de discussie of dat soort dingen. Ik weet alleen dat ik er heel goed mee heb gelachen. En dat voor ons ook echt een soort gezellig familiegebeuren was. Ja. En dat vind ik gewoon fijn. Dat is echt voor mij... Ik zie voor mij zaterdagavond natte haren, chocomelk in de hand en de kampioenen. Ja. Dat is gewoon echt... Voor mij is dat echt jeugdsentiment. Ja, bij mij was ook natte haren en een zakje chips. Ah ja, zie. Iedereen heeft zoiets met de kampioenen, een herinnering. En vooral de strips heb ik gewoon heel veel gelezen. Ah, echt? Ja, en dan daarna Vertongen en Co. Ook nog? Ja. Ja, ik heb nog lang... Ja. Maar ik ben een comicboekverzamelaar ook. Dus in het algemeen, strips vind ik heel leuk. Ah, echt? Ik vind dat ook gewoon leuk. Daarvoor, als ik die koop, lees ik die niet meteen. Maar ik wil die hebben. Ja, en vanaf dat je begint aan een serie... Je moet ze allemaal dan hebben. Dan moet ze allemaal, ja. Maar ik moet wel zeggen, Vertongen en Cola is lang geleden. Want ik zag dat er wel nog dingen van uitkomen. En zo. Ja, dat is om de zoveel maand is er een nieuwe strip. Dat is echt ongelooflijk hoe dat toch blijft leven. Dus... Ja, de kampioenen. Dus mijn verhaal was, als ik die zie, ben ik nog altijd een klein beetje onder de indruk. Ah, okay. Ja, want je hebt Herman leren kennen met de Masked Singer. Ja, klopt. Maar we hebben elkaar eigenlijk maar ontmoet als we zo... Dat we dan het Sportpaleis hebben gedaan. En daar heb ik hem dan eens leren kennen. Ik heb dan stiekem zitten filmen voor uw mama. Is het waar? Omdat zij daar niet bij mocht zijn. En omdat anders wisten mensen misschien van... Ah, dat is de mama van Aaron of zo. Ja, klopt. En ik heb stiekem voor haar gefilmd. Ja, dat was wel jammer, want dat was mijn eerste keer het Sportpaleis. En ja, niemand mocht daarbij zijn, want... Ja, als mensen dat zagen. Ja, dat is dat. Ik heb dan stiekem toch een beetje... Heel lief. Vibes naar Aalst gestuurd. Ik kan mij ook voorstellen, dat is dan uw zoon die dat doet. En dan kun je daar niet bij zijn. Nee, dat was wel pijnlijk. Maar ja... Maar ja, je hebt het wel gewonnen. Hè. Dus ja, het is dat. De keerzijde van... gevierd. Heb je dat gevierd? Ja. Echt? Dat was echt allemaal vrienden en familie bij ons thuis... We hebben naar de laatste aflevering gekeken en dat was echt... Mijn zus was zo extreem content op het moment dat dat dan gebeurde van... De winnaar is Tovenaar. Je ziet dat in een video, dat zij omhoog springt en haar armen in de lucht zwiert en haar schouder gaat uit de kom. Super extreem. En direct daarna... Ah. Voet, terug. Allee, dus ze heeft daarna een heel lang last gehad, maar... Ja, het was direct gefixt. Allee, jong. Ja. En je vond dat belangrijk ook om dat met je familie te zien? Ja, het is niet zo... Maar nee, want eigenlijk vind ik dat zelf niet zo leuk om dingen te kijken samen met mensen. Ik kijk wel eens naar mezelf, maar ik doe dat altijd alleen. Maar dat was nu zo een ding dat hadden vrienden en familie gewoon geregeld. Ik had dat niet zelf op poten gezet. Ja. En wisten ze op voorhand dat je ging winnen? Nee, ja. En ik had ook nooit toegegeven dat ik in Tovenaar zat. Maar ja, het was nu wel heel moeilijk om de duur om het nog te ontkennen. Je zag dat wel aan je handen. Hoe dat jij je handen beweegt. Is dat? Ja. Dat is kei raar, want nog mensen zeggen dat. En dan denk ik, maar hoe zie je... Je handen. Ja, dat is echt... Ik zag dat ook. Omdat ik heel veel met mijn handen doe. Ja, je spreekt met je handen. Ja. Maar ook de manier waarop dat je... Ja, zeker met die handschoentjes aan. Ja. Ik wist direct, dat is Aaron. Echt? Dan zei ik aan Herman, is dat Aaron? Ja, mag dat niet zeggen, hè. Maar je moet ook een contract tekenen, dat het niet verspreidt. Ja, dat is waar. Zeg, dat is Aaron, ik zie dat. Ja, ik zat me af te vragen, dat contract, dat is €200.000 boete, als je dat doet. Was dat zoveel? Ja. Ah, ik dacht dat... Extreem. Dat is extreem. Ah, ik dacht dat het zo'n 65 was, maar dat is niet... Nee. Hoe ik mij herinner, was €200.000. Omdat je natuurlijk denkt van, ja, wie kan dat hier in die groep betalen? We zetten daar nog wel met Mark Koeken. Ja, Mark Koeken is de enige. En dan denk ik, die moet toch echt een ander contract gehad hebben? Dat kan toch niet? Ah, goeie vraag. Ik moet hem nou eens vragen. Zal ik hem eens uitnodigen voor Frietkast? Ja. Ik ben heel benieuwd welke frieten dat hij eet, wat dat hij bestelt. Ja, ik ga dat eens doen. Ja, inderdaad, die marge klopt niet. Dat is zoals een verkeersboete. Zo rijke mensen moeten eigenlijk een hogere boete. Alleen, ja, dat is toch zo wat discussie over van... Ja, in procentueel klopt dat dan toch niet? Want dan, ja, zwart. Ah, ja, dat is een goede insteek. Ja, toch? Iets om over na te denken. We hebben die finale bij VTM gekeken. Ah ja, ook leuk. Dat was ook tof. Ja, daar was ik ook voor uitgenodigd, maar dat was dus allemaal voor mij geregeld. Dus ik kon dat moeilijk skippen. Ja. Hoe belangrijk zijn die vrienden van u? Heel belangrijk. Dat heb ik echt... Welke vrienden zijn dat? Zijn dat die van middelbaar? Of nog steeds, ja. Van middelbaar. En zij zeiden onlangs van, dat is eigenlijk straf, je hebt nog altijd met iedereen heel veel contact.
Maar dat heeft ook te maken met het feit dat als ik nu mensen ontmoet, dat het heel moeilijk aftoetsen is waarom willen die mij nu eigenlijk ontmoeten. Dat is echt, dat is een beetje triest, maar dat is wel zo. Ja. Ik kan mij voorstellen dat dat bij Herman ook is, niet? Een klein beetje zo. Ja, meestal als familie ernaast voelen dat dan wel, of zo, ja. Denk ik. Maar soms loop ik er ook wel in, hè. Ja. Dat je denkt, nee. Ja, die vind ik toch gewoon heel... Ja, die is gewoon fan. Ja. Dat hij opeens zo... Mark, ja. Zit daar. Dat is heel vaak. Ja. En ook zo soms mensen dat je echt keigoed kent. Die twee namen liggen ook wel dicht bij elkaar, hè. Ja. Heb jij ook mensen die je personage van familie dan... Mijn rijinstructeur heeft dat gedaan. Die zei, ik ga je geen voorkeursbehandeling geven, hè. Gewoon dat je dat weet. We stappen in. Zeg, Raven. En ik... Oké. En zo is dat heel die periode geweest dat ik rijlessen had. Maar ja, bon. Heel een tijd, Raven. Ja, en dan zo... Oh, sorry, ja. Nochtans, ik kijk niet altijd. Ik kijk niet altijd. Maar ja, zo mijn halve. Het is mijn vrouw die kijkt. Ja, ja. Dat zeggen ze ook altijd. Het is voor mijn dochter. Het is voor mijn kleindochter. Zo. En dan zeg ik altijd, dat zeggen ze altijd. Ja. Zeg, want ik had gezien... mijn zus was u tegengekomen trouwens op Aals Carnaval. Is het waar? Maar ze zei, ja, ik laat die jongen gerust, hè. Want ik weet hoe dat is. Ah, ja, ja. Ja, die was ook zo met haar vriendinnen naar Aalst geweest. En wat was uw pak eigenlijk? Want ik had dat gezien op Instagram. Willy Wonka. Ah. Ja, dat was zo wat een vuile Willy Wonka. Een vuil? Ja, zo wat een vuil. Een vuile Willy Wonka. Ja, zo wat tanden weggeschilderd. En gewoon zo heel veel... Zo wat vieze make-up op mijn wangen. En ik had ook zo'n grote bril aan, zoals zoals Johnny Depp heeft in die film. Het was de Johnny Depp-versie? Ja, het was eigenlijk wel... Dat is alles om aan een vuil, eigenlijk. Ja, altijd een vuil. Maar ja, ik vond dat wel... Ik, zeker om mij te kunnen amuseren, wou ik echt incognito zijn. Is dat gelukt? Er is één keer, ik stond op de Grote Markt en de winnaar... van de carnavalsgroepen ging aangekondigd worden. En je hebt in Aalst allemaal die praalwagens en dan wordt gezegd wie dat de winnaar is. Ik sta te wachten met allemaal vrienden. En ik heb die bril op, dus echt, ik word amper herkend, maar het gebeurt wel. En er komt iemand vanuit die menigte, stapt naar mij. Bent u soms Aaron Blommaert? En ik antwoord zo, soms niet, soms wel. En die kijkt zo raar. Ik zeg, nee. Ah, je trekt erop. Ik zeg, ja, ik krijg dat wel af en toe. Waar dat er zo'n kameraad bij komt. Mooi jongen, daar is hij veel te lelijk voor. Kom. En dan was Bol. Hij weg. Ja. En is dat bij u, hoe lang? Is dat echt het hele pakket van carnaval dat je doet? Ik heb het geprobeerd, maar het zijn 2 dagen geworden in plaats van 3. Ik was te moe. Ga jij nog naar carnaval? Nee. Ik heb nu de stoet gekeken. Ja, ik ben al in Taalsters. Ik heb nu de stoet bekeken vanuit mijn zetel. Omdat ik was een beetje geblesseerd. En dan heb ik gewoon op tv's en mensen kijken. Ja, okay. Maar ik ga elk jaar wel kijken naar de stoet. Ah, ja, ja. En eigenlijk zou ik ook nog een keer zo'n avond moeten doen. Want ik wil dat eigenlijk eens met mijn kinderen ook. Ah, ja. Wij wonen in Antwerpen. En eigenlijk moeten ze dat eens... Mist je dat niet? Nee, want ik was niet zo'n carnavalist. Ah, okay. Ik zou dat... Ik heb ooit eens ook een dag moeten skippen, omdat ik een auditie had. En ik heb het niet gehad, de rol. En dan dacht ik, deze doe ik nooit meer. Ik ga nooit meer... Iets skippen dat je leuk vindt. Voilà. Ook al is het voor... Misschien moet er een grens zijn. Stel nu dat ze zeggen, van, ja, het is voor een Marvel-film of zo. Je mocht... het is voor een Spider-Man-film waar je een rol in kunt spelen. Ja, dat is natuurlijk iets anders. Maar ik hoop het zo hard niet. Hè. Dat ze zo met een keer voor iets superbelangrijk vragen tijdens Aalst Carnaval. Nu staat dat nu al in mijn agenda. Geblokt? Geblokt. Ah, echt? Voor volgend jaar ook al? Ja, 4 maart. Echt? 2025. Dat is al beter, dat is al maart. Ja, dat gaat al warmer zijn. Er was veel regen, hè? Ja. Het was echt koud. Zeg, want uw mama zei mij ook dat je tettenplekkers had. Ja. Dat moeten we een keer uitleggen, want ik denk dat de meeste mensen dat niet kennen. Nee, tettenplekkers zijn eigenlijk gewoon stickers, hè, klevers, die je gewoon op iemand plakt. Dat komt natuurlijk van op de borst te kleven. Vooral duidelijkheid, ik doe dat niet. Ik kleef die gewoon op de schouders. En dan staat daar een leuke boodschap op. Ludiek. Beetje plat, hè? Beetje plat. Dat mag. Maar dat mag ook zo. Het mag gewoon iets grappigs zijn. Of het mag, daar kan, bij mij stond er bijvoorbeeld dan, omdat ik Willy Wonka was, bij mij stond erop, wilde gooien mijn Noompa Loompa zin. Zen of zien? Zen. Ah. Ja. Dus dat is zo een klein mopje. Bij mijn...
Met mijn vader was dat, omdat hij heeft een bedrijf in kaders en inlijstingen. Ah, wel, want ik vroeg me af wat je papa doet. Ja, ja, ja. Wel. Echt een kaderfunctie. Ja, ja, ja. Echt? Dus die bij hem stond er... Oh, cool. Gooi zet je om in te kaderen. Voilà, dus dat zijn zo'n dingen. Dus dat is nog proper, hè. Je hebt er ook echt zo... Je hebt er ook gewoon super plat, hè. Ik heb een hele... Ik heb een hele platte... Herman, als die naar de stoet gaat, dan hangen ze die vol. Ja. En dan was er zo eens ooit ene... Ja, dat is wel een hele platte, hè. Ja. Mag, ik mag dat toch zeggen, tuurlijk. Hè. A match er prime dript. Google het, wat dat betekent. En dat heeft jaren bij ons op het toilet gehangen. Ik vind dat heerlijk. Ik vind dat is eigenlijk a mecken. Ja. En dan... Hè. Ik vind dat gewoon zo charmant, ook dat gewoon voor 3 dagen gewoon even kan. Ik vind dat... Je moet nooit iemand ongemakkelijk doen voelen, nee, hè. Dat vind ik niet tof. Maar wel, als je weet in wat voor omstandigheden dat het zijn, en het is heel goed bedoeld, en het is echt zo... Dat is ook aalst, hè. Mm. Wij zijn arbeiders en gewoon mensen. Ja, ja, die allee, en van sedert een tijd van aalst, wij hadden niks anders dan... moppen en verhaaltjes en platte doen om onszelf te entertainen. En dat is, ik vind dat prachtig dat dat nog altijd bestaat. Ik, als ik erover vertel, dan krijg ik al goestingen volgend jaar. Ik kijk er zo hard naar uit, omdat dat ook gewoon zo is. Iedereen samen. Heb jij ook al zo meegelopen in de stoet? Nee, maar ik wil dat dus volgend jaar. Ik zou dat ook graag een keer doen. Ja. Gaan we dat samen doen? Ja, kom dan. We gaan natuurlijk een paar maanden voor beginnen brainstormen. Maar dan moet iets verzinnen. Het moet ook wel actua-gewijs. En moet het wel, bij een frietje bedenken wat we gaan doen. Goeie idee. Top. Nee, maar ik heb ooit al meegelopen in de stoet. Ik was dat vergeten, met de kampioenenfilm. Ah, wauw. Ik wou dat echt heel graag dat doen. Dat shot dat verpest is. Dat shot dat verpest is op de grote markt. Ja, man, ja, ik ken die mensen. En jij weet wie dat was? Ja, met de camera, hè. Ja, 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 ja. Ja, dat was zo'n meneer in een fluovestje. Ja, ja, en die was dan op het moment dat daar moest gefilmd worden. Die heeft mij ook al gefotografeerd, maar echt zo, nog niet eens zo lang geleden. En ik denk... Jij bent eigenlijk ook wel een beetje een icoon. Want jij weet niet ook wat dat je Jan Verheyen hebt gemaakt. Die was echt... Ja, dat kan ik me voorstellen. Die was van zijn melks, hè. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar je hebt een heel de stoet gedaan, hè. En dan moesten wij zo... Ja, ik wou dat echt ook super graag doen. Dan was ik zo'n verkleden DDT. En dan moesten zo dat touw vasthouden. Ja, 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 ja. En dan, om dan te bufferen, hè. Ja. Oh. Ja, ik ga niet met een echte groep meelopen, maar wel een losse groep. Ja. Dus dat je eigen kar maakt en je eigen mopken. En dat zou ik heel graag doen. Ach, ik vind dat altijd zo creatief. Dat is toch geweldig. Ik had nu zo iemand die ik ken, Gilles van Schuilenberg. Dat is een super creatieve aalstenaar. Ik weet wie dat is. Ja, die had een maakt hij ook die tekeningen? Ja, 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 die maakt ook zo raamtekeningen en zo. En dus dan had hij een... Die had zo'n politiecombi gemaakt met zo allemaal gele strepen op, alsof dat pis was. Alsof dat er werd op gepist. En dan waren die allemaal verkleed als Van Quickenborne. En die waren allemaal zo luchtgitaar aan het spelen. En dat vond ik zo grappig. Dat vind ik gewoon zo... Dat is niet dat ik Van Quickenborne uitleg, maar gewoon heel die situatie. Ja. Ja. Dat is een jaaroverzicht. En, maar zoals het zou moeten. VTM zou eigenlijk eens zo gewoon eens moeten kijken naar Aalst Carnaval en daar is een jaaroverzicht van maken. Ah, ja, voilà. Dat als jaaroverzicht. Ja, 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 ja. Maar Van Quickenborne kwam er deze jaar wel veel in voor. Is het waar? Ja, ja, ik heb dat wel veel gezien. En Ik Bril ook. Ah, ja, ja. Dat heb ik ook gezien. Dat was, ja. Ja, maar toch ook... Allee, soms is het op het randje, hè? Op het randje, ja, maar dat kan daar. Ja, ja. Je moet dat gewoon aanvaarden dat dat... Ja, 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 ja. Pas op, ik ga nooit beslissen voor iemand anders wat kwetsend is. Nee. Hè. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar... Ik kan toch mee heel veel lachen. Ik ook. Ja. Ja, lachen is ook een manier om dingen te verwerken. Ja, alleen voor mij is dat toch alleszins zo. Wij doen thuis niet anders. Ja. Echt. Als er miserie is of er is iets gebeurd. Het eerste dat ik deed als ons nond dood was, echt nog niet zo lang geleden, die is gestorven net voor kerst. En ik kon het niet laten. Dus we zeiden, oké, allemaal goed gebleid. En dan zo... Ik zeg, ja, dat is van mond, hè. En dan zo kijken van... Kunnen ze ermee lachen? En ja, we kunnen er al mee lachen. Je moet. Ja, maar dat ligt niet... Allee, dat is het niet... Dat je niet droevig bent. Nee, hè? Voilà, dat is voor mij ook als ik bijvoorbeeld heel veel ruzie heb gemaakt met iemand en er is een discussie geweest en er vloeien tranen en zo. En dan dat moment van stilte, dan zeg ik... goed gesprek, hè. Zo, ik moet dat kunnen benoemen, want dat is een soort stilte dat ik niet aan kan. Ik kan er anders niet... Ja, die stilte kan op zo'n moment wel ongemakkelijk zijn. Ja, en dan is een moppeken dat
Ja, ik ben nu eigenlijk echt ook heel de tijd aan het afvragen. Hoe zie je mijn haar eruit, Petra? Het is carnavalesk. Dat is als het wat ontploft. Ga eens kijken. Nee, ik ga eens op mijn gsm kijken ondertussen. Jij hebt ook een goede kop haar, hè? Ja, ja, dus ik weet soms ook... Oh man, ik zie het. Maar ja, wat moet ik je daarover zeggen? Ja. Ja, nee, maar ja, ik snap dat is het. Dat is die koptelefoon, hè? Ja. Als maar... iemand... Ah ja, jij legt dat zo wat omhoog. Ja, en dan vind ik dat... Kijk, en nu... Ah, voilà. Nu is het is beter? Ja, nu is het goed. Ja, ja. Ja, echt? Of wat? Nu wil ik eens factchecken. Nu een kuifje. Nu zijn dat, ja, dingen, hè. Harry Styles. Ah ja, oké, okay, goed. Harry Styles van Antwerpen nu, in deze ja, moment. Ja, ja. Jawel, die vergelijking met Harry Styles, dat is ook iets dat ik de wereld moet uithelpen. Ah, oké. Okay. Zo... Nee, moet iemand anders verzinnen. Nee, dat is totaal niet erg. Maar dus ooit is Julie van de Steen, is dat beginnen zeggen, tijdens de Masked Singer. Elke krant heeft dat overgenomen, de Vlaamse Harry Styles. Maar laat nu één iemand hele heftige fandom hebben, en dat is Harry Styles. Ik zit erbij. Ik vind dat ook niet leuk als mijn favoriete artiest met iemand vergeleken wordt. Maar ik vind dat wel op zich niet erg, omdat dat... Ja, maar je wordt altijd... Ja, ik zeg het, die fans waren... En die reageren dan onder die artikels van... What the fuck, denkt u wel? Alsof dat ik dat zeg. Denkt u nu echt dat ik van de zomer op een podium kom en zeg... Ik ben hier, de Vlaamse Harry Styles. Never. Ik bedoel, dat voel ik mij helemaal niet. Uiteraard is elke artiest is voor mij een heel grote inspiratie. Harry Styles is er één van. Maar als... Als ik heel eerlijk ben, ik heb al veel meer gestolen van de Jonas Brothers dan van Harry Styles. Allee, snapte? Ja. Dat slaat ook nergens op. En dan... Is dat je voorbeeld? De Jonas Brothers? Ja, daar ben ik toch... Zeker nu, ik heb zo'n paar songs geschreven die eventueel de zomersingle kunnen worden. Daar is toch Jonas Brothers inspired. Ja. Okay. Gewoon omdat ik dat heel fijne songs vind. Ik zou nooit beginnen kopiëren, hè. Maar ja... Kijk naar andere artiesten. Alsof dat we niet allemaal horen dat een bepaalde artiest... Ja. Hier nu zeker, we zijn er met superveel tegenwoordig, van de jonge garde. Ja, ik snap dat. Mensen zeggen Bruno Mars, dat is wel wat Francisco. Hè, je hoort dat wel. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, als Fran dat supergraag hoort... Ja, omdat je daarmee opgegroeid bent. Ja, dus je gaat dat vanzelf ook maken. Dat is niet dat wij beginnen, dat ik een nummer opzet van... Ik zeg nu maar van de Jonas Brothers en ik zeg, dit nummer ga ik namaken. Alleen, dat zou te stoem zijn. Ja. Nee, dat zit gewoon in u, omdat je fan bent. Net zoals dat heel veel zangeressen fan zijn van Avril Lavigne. Ja, en dan gaat van Beyoncé. Je gaat automatisch dingen maken die daarop lijken... Mm-hmm. Ja. Je bent nu 21 jaar, bijna 22. Je zou dat al vergeten, hè, Aaron. Mijn carrière, je hebt dan een jubileum eigenlijk. Ja, maar ja, dat is toch... Het is eigenlijk al tijd om af te ronden, hè. Nee, maar denk je daar soms ook... Is dat ook iets wat je denkt van... stel nu dat mensen morgen zeggen van... Goh, Aaron, ja, het is voorbij of zo. Ja, dat zou mij zo bang maken, omdat je zo... Je zit zo nu in een up. Ah, ja. Goh, nee, maar weet je wat ding is? Het goede is dat ik op verschillende vlakken heb ik het gevoel bezig ben. Dus je voelt dat allemaal systematisch een klein beetje kruipt en dat je van alles een beetje proeft. Dus dat is het goede. Ik ben niet op één ding aan het inzetten. Als er iets ontploft, ja, dan heb ik ook nog altijd andere dingen. Moest je voelen van, oké, ik heb te veel levels uitgespeeld, bij wijze van spreken. Ik ga even een ander spelletje gaan spelen. Dus dat is het fijne, dat kan afwisselen. Ja. Dus ik denk dat dat misschien de key wordt om niet in de val te trappen van te veel te worden. Ja. Of wat ook net de val wordt om net te veel overal te zijn. Hè? Dat weet ik ook. Maar voor mezelf ook vooral. Ja. Om niet alle levels in één keer uit te spelen. Want heb jij bijvoorbeeld ook een plan B? Stel dat media dat morgen... Zouden dan zeggen, ik ga bij mijn papa werken of ik ga meer iets doen met dat mijn mama doet? Of? Ja, ik hoop van niet. Hè. Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik hoop dat dit blijft duren. Maar ik voel wel... ik vind dat is wel een super interessante vraag, want ik heb daar heel veel antwoorden op. Dat mag. Het is een podcast. Ja. Mocht even een antwoord geven. Enerzijds denk ik, ik ga dit niet voor de rest van mijn leven doen. Misschien dat ik toch ooit eens een boerderij ga opendoen en zo een kinderboerderij wil zijn. Dat soort dingen wil doen. Of dat ik eerder leerkracht geschiedenis word. Ah, ja. Ja, dat zit ook in mij of zo. Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik de juiste ja's heb gekregen. Dat ik, zoals ik al zei, het juiste entourage had. Mm-hmm. Dat ik dat heb gekregen. En ik heb er ook uiteraard voor gewerkt. Want mensen zeggen, je werkt veel te zwaar, maar ik heb die kans gekregen om ervoor te werken. Dus ik denk dat... Als ik voel, ik heb het een beetje meer gehad, dan ga ik voor iets nieuws. Maar ik ben niet iemand van het halve werk. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik gewoon dan ook voel voor iets zou gaan.
dan wil ik de beste zijn in iets. Ja, ja. Perfectionist. Ja, misschien wel. Ja, ik denk dat er zit wel wat perfectionisme in. Ja, ja. Dat mag, hè. Ja. Ja. Ik ga je ook misschien een cadeautje geven, Aaron. Als Frietcast-fan weet je ook dat op het einde... Ja. Dat zijn hier die doosjes. Echt. Voilà, oh, de doos. Spannend. Het is in het thema. Ik kan een taart in zitten. Nee, ja, dat kan. Dat zou kunnen, ja. Het is dus ook weer een t-shirt. Dat is keigoed. En het is in het thema van uw nieuwe nummer. Oh, donderdag... Frietjesdag. Ja, voilà. Ik vind dat echt super tof, dankjewel. Ik draag superveel echt. Is het goed? Het is ook een mooie kleur. Met iets op. Ah ja, oké. Maar je altijd zo het moment hebt van mensen die zo beginnen lezen. Ik vind dat tof. Maar deze is eigenlijk ook een beetje promo voor voor uw nieuwe nummer, hè? Heel leuk, dankjewel. Ik was eerst nog aan het denken: frieten zijn geen zonde. En toen hoorde ik van: oh, maar ga je een nieuw nummer uitbrengen? Ja, dan moet ik daar iets mee doen. Dat is dat. Ik kan dat eens perfect aandoen voor een radiopromo bijvoorbeeld. Ah ja, kijk goed. Daarmee heb ik u ook al eens gepromoot. Dat is kei lief. Ah, ik vind dat super fijn, dankjewel. Ja, dat is heel graag gedaan. Ik vind dat ook, ik wil even zeggen ook, Aaron, dat ik dat super fijn vind dat je naar hier bent gekomen. Ah, tuurlijk. Want ik denk dat jij een mega druk leven hebt en dat je dan alleen naar hier rijdt om te babbelen. Ja, nee, maar ik zeg het. Het is wat ik u stuurde. Hè, van, ik zou het super graag doen, maar ik moet gewoon echt eens tijd hebben. En nu dat het is, kom dus, bij deze. Ik wil u heel hard bedanken dat je er was. En, dank je wel. Zeker nog eens welkom. Dank je wel. Dank je wel. Ja, zeker. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.